Hoe los je een conflict op met een dialoog? Dit is de Universiteit van Nederland. Er wordt wat afgepraat in Nederland, nietwaar? Ik denk door ons, door ons allemaal. Om problemen te voorkomen of, uh, of om ze op te lossen in formele settings, maar ook in informele settings. We zijn de hele dag aan, uh, met elkaar uh, in gesprek, zou je kunnen zeggen. En als problemen echt heel ingewikkeld worden, dan vinden we een gesprek niet meer genoeg. Dan vragen we met z'n allen om een dialoog. Hè, dat lees je tegenwoordig voortdurend in de krant. He, onderwijzers die moeten in dialoog met kinderen waarvan ze denken dat ze misschien wel zouden kunnen radicaliseren. En uh, er moet een dialoog komen tussen voor- en tegenstanders van de opvang van vluchtelingen in de wijk. Maar dan, wat moeten die onderwijzers dan zeggen tegen die moslimkinderen? Ja, dan blijft het toch meestal stil. We zijn het er met z'n allen over eens dat die dialoog moet plaatsvinden, maar hoe dat dan moet, dat vinden we ingewikkeld. En je kunt jezelf afvragen: moeten we eigenlijk in alle omstandigheden het gesprek wel aangaan? Er zijn, er zijn in het verleden echt wel cruciale momenten geweest waarop mensen hebben besloten het gesprek niet meer aan te gaan. In de jaren 80 hadden we Hans Janmaat, dat was een uh, centrumdemocraat, uh, wat in die tijd nationalistische partij werd gevonden. En die man die zei in de tijd behoorlijk uh, uh, heftige dingen over Turkse en Marokkaanse gastarbeiders, zoals dat toen nog heette. En eigenlijk de hele politiek vond dat nogal, uh, uh, die keerde zich daarvan af, die vond dat niet acceptabel. En er werd eigenlijk rondom hem een soort, wat ze noemden, een cordon sanitair, werd er eigenlijk georganiseerd. Dus dat betekende eigenlijk dat als die man in de, de Tweede Kamer het woord nam, hij zat op een gegeven moment in het parlement, dat gewoon politici de zaal verlieten en dat eigenlijk niemand met hem in gesprek ging. Men besloot eigenlijk gewoon: met hem praten we niet. Later is, uh, uh, kennen we Rita Verdonk, een uh, voormalig politicus, politica van uh, de VVD. En later van Ton, trots op Nederland. En zij uh, besloot op een gegeven moment om niet het gesprek aan te gaan met een imam die er weigerde om haar de hand te schudden, wat hij vanuit zijn uh, cultuur of zijn religie uh, niet oorbaar vond. He, dus, dus, dus je kunt besluiten op een goed moment om te zeggen, nou weet je, we gaan het gesprek gewoon. Niet aan. Hè? Je kunt je afvragen, is, is, maar is dat verstandig? Kun je je ook afvragen? Zijn er partijen waarmee we geen dialoog meer zouden moeten willen? Moeten we, moeten we praten met de Islamitische staat? Wat vinden we? Vinden mensen dat we daarmee moeten praten? Wie vindt eigenlijk dat we daar niet mee zouden moeten praten? Kijk toch? Ja. Het alternatief is namelijk ook lastig. Hè? Dat is het probleem van. Uh, moet je, he, moet je geweld dan beantwoorden met geweld? En is dat ook niet een vorm van communicatie? En is dat niet het, de ultieme mislukte communicatie, zou je je ook kunnen afvragen. En misschien moeten we ons dan eens even verdiepen in wat we dan eigenlijk wel verstaan onder een dialoog. He, hebben we daar wel enig idee van? Want een dialoog is een bijzonder soort gesprek. En een dialoog is iets anders dan een discussie. Een discussie, dat het, komt door, het heeft ook een andere oorsprong. Hè? Dialoog komt ook weer uit het Grieks. En dia betekent door, vanwege. En logos betekent woord. Dus het is eigenlijk vanwege het woord. In discussie staat dat die niet voor dia, dat staat voor divergeren, uit elkaar halen. Discussie is echt van uh, we halen de dingen uit elkaar. He, en we, hebben, we hebben verschillende dingen, we hebben verschillende meningen en één daarvan kan winnen. Dus een discussie is een soort pingpongwedstrijd, waarbij er eigenlijk maar eentje kan winnen, zou je kunnen zeggen. Een debat is een beetje vergelijkbaar, gaat een beetje nog verder eigenlijk, want een debat betekent eigenlijk die ander neermappen met argumenten. He. Dat is wat een debat is. In de dialoog gaat het niet om winnen. In een dialoog gaat het erom dat iedereen die bijdraagt aan een dialoog, daarvan wordt verondersteld dat hij een stukje heeft van de waarheid. Hè, en dat hij ook het recht heeft, en niet alleen het recht, dat we ook allemaal zitten te wachten op dienst bijdragen. Daar gaat het eigenlijk om. Veel over nagedacht over dialogen. Er is een, 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 een wetenschapper die daar een prachtig boek over heeft geschreven, het is eigenlijk nog steeds het ultieme boek over de dialoog, dat heet. On Dialogue en dat is geschreven door uh, David Boom in de tachtig jaren en die man dat was eigenlijk een theoretisch natuurkundige, een hele goede vriend van Albert Einstein en die hadden met elkaar gemeen dat ze, he, dat ze uh, zich allebei waren ze erg maatschappelijk betrokken. Ze maakten zich erg druk over wat er in de maatschappij zo aan de hand was en in die tijd maakte zich al druk over van de het lijkt er wel op als de samenleving uiteen gaat vallen in allerlei groepen die niks met elkaar willen. En dat was voor David Boom eigenlijk de trigger om te zeggen: van nou, ik ga me daar eens in verdiepen. En toen heeft hij dat prachtige boek om dialoog geschreven. En in dat boek heeft hij een aantal voorwaarden neergelegd. waar een dialoog aan zou moeten voldoen. En waar we misschien ook nog steeds wel een beetje lering uit zouden kunnen trekken. David Boom zegt, en dat blijkt ook uit heel veel onderzoek... wat hieraan raakt, wat later is uitgevoerd... Van, uiteindelijk gaat het er niet om dat wij verschillen... want dat is eigenlijk gewoon een gegeven. Het gaat erom hoe wij omgaan met het verschil. Het gaat er eigenlijk om dat wij, uh, laten we zeggen... Het verschil niet zo gemakkelijk accepteren. He, zoals ik al eerder zei, als we het in een discussie niet met elkaar eens zijn, dan hebben we vooral toch de neiging om die ander bij ons kamp te halen, zou je, zo, zou je kunnen zeggen. Dus een eerste stap is eigenlijk om leren om te gaan met het verschil, om eigenlijk tegenstellingen als uitgangspunt te nemen. Vanuit de gedachte, conflict is er eigenlijk altijd. En dat is ook de gedachte die ten grondslag ligt aan wat de Belgische politiek filosoof Chantal Mouffe noemt radicale democratie. Zij zegt radicale democratie: dat staat ervoor dat we het pluralisme, de diversiteit, de verdeeldheid in de samenleving als uitgangspunt nemen. Dat is het begin. Conflict is het begin. Anders hebben we niet eens een democratie nodig. Er zijn belangen die blijven botsen er zijn waarden die niet met elkaar te verenigen zijn dus het zoeken naar ultieme consensus is zinloos zegt chantal Mouffe. we moeten Conflict nemen als uitgangspunt. En we zullen er ons bij neer moeten leggen dat we het over sommige dingen helemaal niet eens kunnen worden. Maar dat neemt niet weg dat we kunnen zoeken naar voldoende basis om gezamenlijke actie te kunnen ondernemen. waar we ons bij neer kunnen leggen. Maar dat vinden we heel erg moeilijk. Daar moeten we ons best voor doen. Want het liefst hebben we dat die ander het helemaal met ons eens is. Want dan voelen we ons fijner. Toch zullen we moeten leren dat die ander anders denkt. En dat we het daar gewoon fundamenteel niet mee eens zijn. Deze, dat idee van radicale democratie, dat kent verschillende vormen. Er is ook een, 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 een vorm die heet deep democracy, daar hebben mensen misschien wel van gehoord. Um, dat is een soort van uh, methode eigenlijk om met verschil om te gaan in complexe uh, contexten. En die is. Laten we zeggen, uitgewerkt door het echtpaar Lewis. En die hebben dat gedaan in. Die zijn er eigenlijk mee begonnen in Zuid-Afrika. Toen daar net Nelson Mandela aan de macht was. en de apartheid werd opgegeven. Jullie kunnen begrijpen, dat was niet eenvoudig. Want alle organisaties in dat hele land. alle bedrijven, alle scholen. alles was doorweekt van racisme. En zo ook de ESCOM, dat was het Zuid-Afrikaanse elektriciteitsbedrijf. Dat hele bedrijf dat was gewoon gebaseerd qua structuur op racisme. Die familie, of die, die, dat echtpaar Louis kreeg de, op de opdracht om die ESCOM, om dat elektriciteitsbedrijf, om dat dus om te buigen naar een, naar een niet-racistische, naar een democratische maatschappij waarin elke mening telt. En zij hebben daar, voor te ver om daar hier op door te gaan, maar zij hebben daar een aantal stappen in bedacht waarbij zij dus, Laten we zeggen, dat hele bedrijf op die manier hebben omgebouwd. En daarbij telt dus dat elke mening telt, ook de ongemakkelijke waarheden die moeten kunnen worden gezegd. Dat betekent dat zelfs dwarskijkers speciaal werden uitgenodigd als een soort. Hofnar's kennen jullie dat verschijnsel? Van vroeger aan het hof had je de hofnar. Die moest de koning adviseren. Die moest de koning een spiegel voorhouden. Die moest de koning eigenlijk, laten we zeggen, kritische reflectie geven. En die kon dat doen in de veilige rol van een clown, van een hofnar. Dus die mocht dat op die manier zeggen. Maar dat is heel symbolisch. Dat is heel symbolisch dat je dus de kritische reflectie door iemand laat geven... die, laten we zeggen, onaantastbaar is. Een tweede punt is dat we er ons op moeten toeleggen... de kwaliteit van onze gesprekken te verbeteren. En we moeten ons daarbij realiseren dat de gesprekken die we met elkaar voeren... dat die nooit vrijblijvend zijn... Ook door zogenaamd onbeduidende gesprekken die wij voeren onder vrienden, aan de koffietafel, met een glas wijn, in de kantine enzovoort. Want de gesprekken die wij met elkaar voeren, die vormen met z'n allen de meningen die uiteindelijk leiden tot bepaald beleid. Taal maakt daarbij het verschil. Het maakt uit of je zegt, een tsunami aan vluchtelingen overspoelt ons land. Ofwel, er zijn vluchtelingen op zoek naar een veilig heenkomen. Dat maakt uit. Het gebruik van... He, van oorlogstaal, van we zijn hier in een war on terror en we hebben een sterke staat nodig om ons te beschermen. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat heeft nu al tot gevolg dat er veel meer nationalistische uitspraken worden gedaan door Jan en alle man als dat wij vroeger ooit hebben geaccepteerd van zo'n persoon als Hans Janmaat, voor wie een cordon sanitair werd georganiseerd. En een derde ding waar we dan rekening mee moeten houden, dat is dat we er vanuit moeten gaan hoe mensen zich in gesprekken nu een keer gedragen en niet hoe wij onze idealiter zouden moeten gedragen. Want dat doen we gewoon niet. We moeten ervan uitgaan dat mensen in gesprekken niet alleen informatie uitwisselen. Sterker nog, dat doen we eigenlijk best wel weinig. We zijn meer bezig met dingen voor onszelf voor elkaar te krijgen. Tot slot moeten we dan een veilige setting creëren voor het voeren van gesprekken waarin. Ook de afwijkende meningen een plek moeten kunnen krijgen. Ik denk dat het voeren van een dialoog, dat dat een basisvaardigheid is voor de 21ste eeuw. Voor deze, voor deze tijd waarin we leven met mensen van all over de world. En dat zijn echt niet alleen vluchtelingen. Dat zijn ook. Uh, ook als het gaat om internationale handel, als het gaat om internationale samenwerking, universiteiten die samenwerken met elkaar over de hele wereld, we moeten om kunnen gaan met andersdenkende. Ik denk dat dat voor heel veel professionals heel erg belangrijk is dat ze vaardigheden, dialoog, om een dialoog te voeren, dat ze die vaardigheden aanleren. Professionals voor wie het voeren van ingewikkelde gesprekken een belangrijke bezigheid is. En ik denk dat we daar eigenlijk allemaal als mensen iets mee moeten. En dat we daar al mee zouden moeten beginnen op de basisschool. Zie je ook een beetje al komen dat kinderen leren om he, te mediëren in conflicten? Maar ik denk dat we er echt een vak van zouden moeten maken. Er is nog veel meer onderzoek nodig om bouwstenen te kunnen ontwikkelen voor trainingen, eh, dialoogvaardigheden, waarbij we dus het realistisch gedrag van mensen als uitgangspunt nemen. Er is meer onderzoek voor nodig. Daar zijn wij ook eh, druk mee bezig. Dank je wel.